Welkom, ik ben Jelly Brouwer voor de Illustratiebiennale en we hebben een heel mooi en bijzonder project samen met het Nederlands Filmfestival ontwikkeld. We hebben 11 illustratoren gevraagd of ze een affiche willen maken bij één van de Gouden Kalfwinnaars van de afgelopen 40 jaar. Die affiches zijn tijdens het filmfestival te zien op verschillende plekken in Utrecht. En een van de illustratoren die we hebben gevraagd mee te werken is Joren Joshua. Dag Joren. Hoi. Dag, je hebt gekozen voor een filmdocumentaire van Jeroen Bergfens. Jimmy ja. Rosenberg, de vader, de zoon en het talent. En jij hebt een dvd van die film ooit aan je eigen vader cadeau gedaan. Omdat je zo onder de indruk was van die film. Ja, dat klopt. Ik had hem op school gezien, bij CKV. Had oh ja. Een leraar liet hem in de klas zien en ik vond hem meteen best wel pakkend. En omdat mijn vader een gitaarliefhebber is, had ik op een gegeven moment bedacht voor zijn verjaardag van dat is wel een leuk goed cadeau. Ja, ja. En, ik heb er, denk eigenlijk nu pas over na dat je de vader, de zoon, dat natuurlijk zo... Nee, serieus? Had je dat zelf nog niet gezegd? Nee. Ik had het niet eens over nagedacht. Dat besef ik nu pas eigenlijk. Dat dus daar kan ik uit opmaken dat er geen vader-zoon issues zijn in jouw leven? Nee, absoluut. Zijn niet. Vrolijk? Anders was het wel een goede steek geweest misschien. Maar, ja. Nee. Maar je zat dus op de middelbare school... 2007 ja. Hè, was het. En wat sprak je zo aan in die film? Behalve dat we te maken hebben met een gitaarvirtuoos. Weet je nog wat jou als middelbare scholier zo aansprak? Ik weet niet meer precies wat op dat moment het was. Maar op zich... ik hou altijd wel een beetje van dingen met een zwart randje. Maar waar ook wel humor in zit. En ja, ja. Die hele character Jimmy is ondanks het tragische verhaal en overal waar hij tegenaan loopt, zit er ook heel veel charisma in. En ook in de documentaire zelf, hij maakt veel grapjes, een beetje sarcastisch. En dat is precies eigenlijk ook hoe ik vaak tekeningen benader. Dus er is iets wat niet helemaal lekker is, of wat een beetje schuurt. Maar ik probeer het vaak met een soort knipoog te benaderen. Waardoor het een beetje balanceert tussen serieuze thematiek en humor. En ik denk dat dat op dat moment ook al een beetje aanvoelde. Ja, ja, je houdt ervan de ernst een beetje te relativeren. Ja, ja, want ik vind het geen zwaarmoedige documentaire. Nee. Hij kijkt ook echt oprecht lekker weg. En terwijl het verhaal is niet per se leuk, maar de combinatie ook met die muziek en ook al die, vooral, ik hou ook altijd van bijrollen in films. En in deze documentaire zitten ook weer hele goede bijrollen. Dus voor mij was het eigenlijk, ja, het is een hele illustratieve documentaire. Terwijl ik er op dat moment over nadacht, denk ik ook. Maar, even voor de mensen die de film niet hebben gezien, het gaat dus over een gitaarvirtuoos, Jimmy Rosenberg. En die had een soort Django Reinhardt kunnen worden, heel groot. Maar hij raakt verslaafd aan lager wal. En er zijn allerlei toestanden tussen hem en zijn vader. Maar inderdaad ook met humor gebracht en heel sprankelende film ook. Je zei net het karakter, want misschien moet je even zeggen hoe je van deze film zo'n... Ja, film met een groot verhaal, hoe je dat tot één beeld hebt weten te brengen? Ik sowieso van los van de karakter als in hoe hij het doet als persoon in die documentaire heeft hij ook de looks van mijn figuren. Dus het is eigenlijk dubbel prijs. Omschrijf de looks dus van jouw figuren. Wat zijn Mijn figuren zijn altijd heel dynamisch, dus er zit veel beweging in. Kijk, illustraties zijn natuurlijk stilstaand, maar ik zoek eigenlijk altijd naar de beweging in een lichaam. En je ziet ook, misschien al nu ik aan het praten ben, ik beweeg veel met mijn handen, mijn lichaam. Ja. Ik ben vrij mager, dus ik ben eigenlijk vaak mijn eigen voorbeeld. Onbewust hoor, maar eigenlijk teken ik altijd mezelf.
Maar Jimmy heeft een beetje... Ja, nee, ik zie nu alleen nog maar jou eigenlijk. Ja, ja, precies. Zowel de duivel als de gitarist. Ja. Nee, ja, dus hij heeft qua vorm en natuurlijk ook als gitarist, zie je ook in die documentaire, die handen, omdat het ook gypsy muziek is. Hè, die handen gaan alle kanten op, ondertussen wordt er een sigaret gerookt, er is lawaai op de achtergrond, dus er zit heel veel dynamiek in hem ook en zijn omgeving. En ik denk dat ik in eerste instantie had ik wel een tekening met veel meer details en zo. Maar toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk dol altijd op affiches, omdat die heel erg naar de kern gaan. Dus vaak versimpeld worden. En wat ook belangrijk is bij een affiche, denk ik altijd, het moet een eye-catcher zijn. Dus je moet hem ook van ver af kunnen ja. pakken. Nou, misschien geslaagd. Ja, dus toen heb ik hem, eigenlijk heb ik hem daardoor geprobeerd om hem heel erg te minimaliseren. En dan gezocht naar een grafisch element, vooral wat ook meteen simpel maar herkenbaar is. En dacht ik, oh ja, die gitaardoos. Ja, en wat dan wel echt een waanzinnige vondst is, vind ik, is dat je, want je vader zul je toch de rest van je leven met je mee. Mm-hmm. En dat je hem gewoon in die gitaarkoffer hebt gestopt. Ja, 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 ja. Het is daarom, ik was wel blij met de vondst, zou ik zeggen. Je kan hem op verschillende manieren interpreteren, want het is een soort gevangenschap. Mm-hmm. Het is ook een soort grafkist. Ja, en dan wat je zegt. Van, je kan hem op meerdere manieren daardoor invullen. Ja, ja. Ja. En dan de sigaret, er wordt enorm gerookt in die film. En het affiche deed me ook een beetje denken aan de reclameaffiches voor Gitaan. Oh, die ken ik niet. Nee. Welke? Nou ja, dan heb je niet naar Gitaan gekeken. Nee, maar, nee. Nee, zo'n heel mooi Frans sigarettenmerk en ook precies, nou, ongeveer bijna met die kleuren. Oh, echt, ja. Wat wel is, ik... Ik heb, net als heel veel mensen, heb ik van die Pinterest-borden, ja. Weet je wel. Ja. En de grap is, ik vind altijd een soort vrouwelijk ding, weet je wel. Van dat je mensen over één kant scheren natuurlijk, maar van een bord van lekker gerechten, leuk hoe het huis eruit ziet. Maar ik heb twee borden, eentje met alleen maar alcohol-gerelateerde plaatjes en eentje met alleen maar tabak-gerelateerde plaatjes. En ik kijk er eigenlijk bijna nooit in, maar soms als ik op Pinterest, dan klik ik een beetje. En zodra ik iets met een sigaret zie, gaat die in dat mapje. Dus ik denk, dan heb ik het toch gezien. Ja, onbewust heb ik het misschien wel. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar beviel het je eigenlijk? Want je bent ook iemand van de muurschilderingen. Hè? Je hebt trouwens ook een prachtig, dat vergeet ik nog helemaal te zeggen, zilveren penseel gewonnen. Hè? Ja. Samen met Gideon Samson voor ZEP. Maar je bent ook iemand die muurschilderingen maakt. Hoe vond je dit in verhouding tot je andere werk? Om zo heel gericht een filmaffiche te maken? Nou, eigenlijk heel fijn. Omdat... ik doe inderdaad die muurschildering, maar ik ben ook een beetje per ongeluk heel erg in de krantenwereld beland. En daardoor ben ik ook weer veel gedetailleerder gaan tekenen. Terwijl juist met muurschilderingen, voordat ik ook veel muurschildering deed, deed ik ook veel zeefdrukken. Dus ik was heel erg van simpele affiches maken. En eigenlijk vind ik een affiche werkt hetzelfde als een muurschildering, omdat... Het zijn vaak ook dingen die groot zijn, to the point. Waarin je juist bij een illustratie vaak wat meer details kan gebruiken. Maar bij muurschildering probeer ik die ook al zoveel mogelijk te vermijden. Uh-huh. Omdat het arbeidsintensief is. En dus voor mij is een affiche hetzelfde eigenlijk als een muurschildering. Niet als in het uitvoeren, maar wel de look. Dus dit zou ook een muurschildering kunnen zijn. Ja, het is dynamischer en dus passender bij Jordan Joshua. Ja, ja, misschien wel. Een krant kan ook dynamisch zijn, hoor. Maar ik vind het vooral lekker dat hij gewoon to the point is. En, ja, en dat je zo af kan lopen eigenlijk. Ja. En bij kranten haal je er wel vaak nog wat kleine dingetjes bij. En ik heb hem nu eigenlijk heel erg simpel gehouden. Daar hou ik stiekem toch wel van. Ja. Ja. Hij is prachtig geworden. Dankjewel, Jordan Joshua. Dank je. Graag gedaan.